Werkt voor Trouw en Vrij Nederland. En Aad van den Heuvel is journalist, programmamaker ook, schrijver. Hartelijk welkom allebei. Ja, veel aandacht natuurlijk voor de ontmoeting tussen Geert Wilders hier en Marine Le Pen, de Franse voorvrouw van Front National. Volgens Wilders was het een historisch moment. Elma, hoe heb jij ernaar gekeken? Ik vond het wel heel veel aandacht. Ik geloof dat er 20 camera's stonden. Het was erg waanzinnig. Het was natuurlijk een ontzettend goede PR, een geslaagde PR-actie van meneer Wilders. Hij wilde heel graag dat het historisch was, maar zo heel erg belangrijk was het nou toch ook weer niet. Dus ik vind dat er wel een beetje veel aandacht voor was. Ja, veel aandacht, dat is duidelijk. Ook, maar was het ook een historische gebeurtenis? Ik bedoel, werden daar historische woorden gesproken bijvoorbeeld? Nee. Onzin allemaal. Nee, ik denk dat onze Franse vrienden dat beter hebben gedaan. Ik kreeg de indruk uit het gesprek wat jij net had, dat ze het in Frankrijk heel feitelijk en heel vooral de feiten cool-down hebben gehouden. En ik heb ook wel eens het denkbeeld van, er komt helemaal niemand. Zij staan alleen op de persconferentie. Er staan alleen op het Binnenhof twee mensen die zeggen dat het een historisch moment is. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. En uiteraard heb je daar verslag van te doen. En doe je dat met 20 ploegen. Maar het is een beetje overtrokken allemaal. Alhoewel het natuurlijk toch een beetje een griezelige aanblik is. Althans in mijn perspectief. Wat zij willen bedoel je? Wat zij willen. En die terug naar die nazistaat. Terug naar dat nationalisme enzovoort. En ik ben heel oud. En ik heb inderdaad één van de twee grote wereldoorlogen die miljoenen slachtoffers heeft gekost meegemaakt. Zoals Bert Wagendorp vanmorgen in de Volkskrant schreef. Je mag dat eigenlijk niet meer zeggen. Je mag die oorlog niet meer als argument aanvoeren. Maar laat ik het toch maar doen. Ja, en alle verschillen werden zo netjes weggepoetst. Met groot retorisch gemak. Want die zijn er natuurlijk wel degelijk. Ja, die oude Le Pen die zit nog gewoon in het Europees parlement. En die wilde weer ingekozen worden. Want ze dus vinden elkaar op dat anti-Europa idee. Ja, inderdaad. Nou ja, dat is natuurlijk vaak zo dat je elkaar vindt in een gemeenschappelijke vijand. Maar het blijft staan dat er enorme verschillen zijn. En er werd nu heel erg gezellig luchtig overheen gepraat. Ja. Maar hij wilde zij zelfs op het eind volgens mij van dat hij zich meer thuis voelt bij Le Pen dan bij welke andere Nederlandse parlementariër. Ja. Dus eigenlijk is het toch wel een beetje Europees misschien. Ja, nou ja, dat is. Dat is dat. Ja, dan heeft de EU toch wat tot stand gebracht, ja. Het samengaan van de populisten. En jouw droom, zeg maar, dat je zoiets ook misschien eens een keer massaal boycott als media. Maar praat je dan voor een cordon sanitaire? Of? Nee, dat niet. Maar in ieder geval voor een wat kalme, bedaarde verslaggeving van iets wat het. En proberen te duiden wat het werkelijk is. Niet een geweldig historisch moment, maar een oprisping die ik me wel kan voorstellen, hoor. Want er zijn natuurlijk best een aantal argumenten aan te voeren om even voorzichtig te zijn met die enorme invloed van de EU op allerlei onzindetails. Ik zou ook willen dat politieke partijen als D66 dat wat beter zouden uitleggen. He, niet die grote massa, maar af en toe zijn er echt zaken waarvan je moet zeggen van, nou, doe even rustig aan daar in Brussel. Dat begrijp ik dus allemaal, maar voor de rest is het griezelig. Nou, in die zin zou het winst kunnen zijn dat ze zich daar groeperen. En dat je dus ook dat je ook met ze in discussie kan daar in Europa bijvoorbeeld. Ja. Ja, wellicht. We moeten het afwachten hoeveel ze natuurlijk halen uiteindelijk. We gaan zo meteen doorpraten over andere zaken. Bijvoorbeeld ook de tv-actie en de radioactie trouwens komende maandag voor de Filipijnen in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Nu het NOS-journaal, Dorald Megens. Het kabinet blijft zich zorgen maken over de Nederlandse economie. Ook nu ons land uit de recessie is. De nieuwste CBS-cijfers betekenen dat het herstel gestaag doorgaat. Minister Dijsselbloem van Financiën, maar het is volgens hem geen reden om de vlag uit te hangen. Zo is het aantal werklozen in het laatste kwartaal toegenomen met 46.000. Op de Filipijnen zijn nog steeds gebieden waar geen hulpgoederen zijn aangekomen. De VN is niet tevreden over de coördinatie van de noodhulp. De organisatie hoopt dat het lukt de gebieden de komende dagen te bereiken. De kruistocht van paus Franciscus tegen corruptie maakt hem doelwit van de maffia. Dat zegt een Italiaanse officier van justitie. Volgens hem worden maffialeiders die zaken doen met corrupte geestelijken zenuwachtig. Nu de paus heeft ingestemd met de reorganisatie van de bank van het Vaticaan. Al jaren zijn er verdenkingen dat de bank wordt gebruikt om maffiageld wit te wassen. En Paul McCartney heeft een brief gestuurd aan de Russische president Poetin, waarin hij oproept de 30 Greenpeace-activisten die in Rusland vastzitten vrij te laten. De oprichter van de Beatles schreef de brief vorige maand al, maar hij heeft nog geen antwoord gehad. Nu heeft hij de brief op zijn site gepubliceerd. Poetin zou moeten ingrijpen, zo vindt Paul McCartney. Dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Elma Draaier en Aad van den Heuvel. De actie, Kogel is door de kerk, er komt een tv-actie om geld in te zamelen voor de Filipijnen. Jeroen Pauw, Paul Witteman
Brigitte Maasland en Humberto Tan, die gaan dat programma aan elkaar praten. De laatste dagen, Elma Draaier, is ook de vraag of zo'n tv-show wel de goede manier is. Hè? Ook in dit forum is het daar veel over gegaan. Wat vind jij eigenlijk? Nou, volgens mij kan het helemaal geen kwaad. Ik zie niet wat er mis mee is. Dus er vast mensen zijn die zich daardoor laten inspireren tot het uitschrijven. Nee, dat doe je niet meer. Uitschrijven van een Giro ook zo. Dat verraad ik wel heel erg. Het heet nog wel nee, maar het heet nog steeds Giro 555. Dat is best gek eigenlijk, terwijl de Giro niet meer bestaat. Ja, maar je tikt het tegenwoordig natuurlijk in. Ja. En het is natuurlijk mooi als mensen daardoor over de streep worden gehaald, toch? Ik zie niet in wat er mis mee is. Nee, dat kan jou ook over de streep trekken, denk ik. Nou, dat klinkt een beetje nuffig, maar dat is, ik geloof niet dat ik me daardoor over de streep laat trekken. Maar meer om de nood op zich. Dat je denkt, ik moet toch iets. Hè? Ja. Ja, zoals een film. Een show, belteam, liefst ook wat bekende Nederlanders erin. We kennen het concept eigenlijk wel, hè? Ja, veel mensen vinden dat buitengewoon klef. En dat is het misschien ook wel. Maar het is wel ontzettend effectief, hè? Geer en Goor en Paul de Leeuw en een beetje huilen. En minister-president Lubbers als hoofd van het telefoonteam. Jongens, daar wordt veel naar gekeken en er wordt veel aan gegeven. Iedere keer weer ontstaat die discussie. Nu gaat men het dus op deze manier doen. Hè. In de bestaande programma's gaat men aandacht besteden en overschakelen. Ik vind het wel interessant dat men dat doet. En ik zou hopen dat ze daarna de zaak eens evolueren, zodat we in voorkomende gevallen niet weer al die discussies krijgen, maar dat we zo ongeveer weten hoe het zou moeten als we ons gedwongen voelen om daar aan mee te gaan doen. En dat is best te verzinnen natuurlijk. Ja, nee, maar er zijn de afgelopen jaren hele grote shows gezien met natuurlijk ook inhoud en filmpjes, maar ook inderdaad entertainment misschien wel zou je het kunnen noemen. Die blijken dan heel veel geld op te leveren. Er is ook wel eens gekozen voor een meer journalistieke aanpak, bijvoorbeeld rond Syrië. En dan zie je toch dat de opbrengsten wat tegenvallen. Ja, we hebben het een keer gedaan met Nicaragua, dat is ook een tijd geleden, en ook heel journalistiek gedaan. En dat bracht echt best veel geld op. Toch wel? Ja. Dus het is wel, er is wel een manier te verzinnen. En misschien dat het maandag de goede manier is. Ja, want hoe voorkom je dat het toch ook kermis wordt? Begint te schuren, zeg maar. Volgens mij kun je dat niet helemaal voorkomen. Ja. Het houdt natuurlijk altijd iets griezeligs. Of hoe zeg je dat? Je zoekt extra erge beelden, zodat er extra veel emoties naar boven komen, zodat we extra gaan geven. En dat heeft iets heel onaangenaam is ook, dat kun je niet voorkomen volgens mij. Ja. Het wordt vrij laat uitgezonden, want meestal is zo'n zeg maar samenwerkende show is meestal vanaf 9:30. Nu is het vanaf 10:30 tot 12:00. Nee, maar dus het is wel de bedoeling om de hele avond aandacht te besteden aan deze zaak. Hè? Dus in de bestaande programma's gaat men overschakelen, doet men speciale dingen en zo. NCRV met Man bijt hond heeft een veiling. Hoor ik net op de radio. Ja, dus er wordt in al die bestaande programma's al iets gedaan. Dus misschien werkt zoiets. Ja. En dat laat dus onverlet, maar dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Dat al die rampen die wij dus hebben gehad in deze wereld, dat er nooit eens iemand op de gedachte is gekomen van een internationaal rampenfonds. Die dus onmiddellijk hulp zou kunnen verlenen. Want je ziet nu weer gebeuren wat bij iedere ramp gebeurt. Na een week liggen de lijken nog steeds op straat. Ja. Is er niet opgeruimd, is er geen water, geen voedsel. Dat zou natuurlijk heel best te ondervangen zijn. Zelfs zo'n land zou meer kunnen doen. Ze hebben een leger dat bestaat uit 115.000 man en 130.000 reservisten, heb ik even opgezocht. Daar kan je erg veel mee doen hoor, met bestaande. Maar jij zou pleiten voor een soort vliegdekschip wat ergens centraal ligt. Nou, dan zie je dus, de Amerikanen komen rukken. Dus met al die helikopters op dat vliegdekschip. En dat zal ontzettend helpen. En die zouden al na 2 dagen geweest moeten zijn eigenlijk. Ja. Ja, het is een idee. De internationale gemeenschap moet daarmee aan de slag. Wij gaan hier naar die tv- en radioactie kijken en uiteindelijk tellen hoeveel dat oplevert. EO-programma 3 onderzoekt was gisteren voor het eerst te zien. Het ging over de vraag waar een pedofiel moet wonen. Een presentator, Manuel Venderbos, was dat. Die ging een nachtje slapen bij pedofiel Martijn. Leverde dit interessante tv op? Elma Draai, je hebt het teruggekeken. Ik heb het. Nou, ik zou het niet aan mezelf hebben bekeken, maar ik ben ook niet de doelgroep. Hè? Nederland 3 is toch wat jonger. Ja, dus meer. Dus ik heb gekeken op jullie verzoek. En ik las wat Jean-Pierre Gele vanochtend in de Volkskrant over schreef, die ik overigens zeer waardeer. Maar ik was het nog niet helemaal met hem eens. Hij zit nogal. Hij zit op de lijn dat het sensatiezucht is. Dat vind ik eigenlijk niet. Ik bedoel, het concept is gewrongen en het heeft iets van een toneelstukje. Hè? Je ziet 4 van die dertigers lopen die
die dan tegen elkaar praten alsof ze die tekst voor het eerst uitspreken, wat echt absoluut niet zo is. Dat is allemaal een beetje vervelend, maar het leverde toch ook aardige scènes op. Ik bedoel, ik vond dat echt tamelijk mooi om te zien, of mooi, nee, schrijnend is het woord, een heel ander woord, om te zien hoe inderdaad zo'n pedofiele jongen echt overal wordt weggejaagd en in de bosjes moet slapen een nacht. En ik bedoel, dat is toch goed om dat eens even zo te zien, denk ik. Ja. Het programma is in eerste instantie gepresenteerd als een onderzoeksjournalistiek programma, maar dat is het eigenlijk niet, hè? Nee, dat heeft er niets mee te maken. Maar ik kijk wel dus met die blik van, hey, weer een onderzoeksprogramma. Dat is altijd ontzettend nuttig, zeker bij de publieke omroep en zo. Maar dat was het natuurlijk niet. En wat Gele bedoelde is ook een beetje, en daar heeft hij gelijk in, hoor. Dan lig ik dan in het huis van een pedo. Ja, dat is en ik hoop dat er vannacht niks gebeurt. Ja, dan denk ik, dat hoort nog gauw op. Dat is toch heel erg allemaal. Maar de vraag die centraal stond, dat was wel interessant. Waar moet een pedofiel wonen? Met heel veel schrijnende beelden geïllustreerd wat we al wisten. Nou, nergens dus, als het aan die mensen zelf ligt. En dan denk ik, wat is nou de conclusie? Dus een wat knullige scène in een café, een afloop waar ze nog even praten. En wat is nou de conclusie? Die ene jongen die zegt, naast mij zou die wel mogen wonen, want er wonen wel meer gekken in deze wijk. Dat vind ik ook wel heel arbitrair. En die andere jongen die zegt, nou, niet naast mij, hoor. En dat is dan de conclusie van dit programma. Dat vind ik jammer. En daarom is het ook geen onderzoeksprogramma. Daarmee doen ze zichzelf ook een beetje tekort. Ja, dat is niet serieus. Maar moet je dan zo'n conclusie misschien helemaal niet trekken? Nee, een conclusie aan de kijker overlaten? Een onderzoeksjournalist hoeft helemaal geen conclusies te trekken. Die moet de werkelijkheid zo goed mogelijk beschrijven. En dan is het aan anderen om daar beslissingen over te nemen. Nee, maar dan is het uitgangspunt van hoe moeilijk is het om een... enzovoort. Maar in dit geval stond de vraag centraal. Waar moet hij wonen? Ja. Nou, dan verwacht je iets van een antwoord. Al is het maar een conclusie nergens. Ja, dat is eigenlijk het antwoord. En niet van, niet naast mij, maar naast mij. Want er wonen wel meer gekken in deze wijk. Dat is een beetje zwak, vind ik. Want dat zijn we volgens mij wel eens. Het is niet echt een onderzoeksjournalistiek programma. Het is meer participatiejournalistiek. Van, je gaat dus inderdaad de nacht bij zo'n jongen slapen en je hoort wat er allemaal in hem omgaat. In de volgende aflevering komen zaken aan de orde als hoe is het om als Nederlander op jihad te gaan, of hoe is het om gedwongen in een ASO-container te wonen? Ja. Blijf jij kijken, denk je? Kan ik niet beloven. Nee. Nou, die jihad wil ik wel even zien. Ik bedoel, als ze dus inderdaad meegaan naar Syrië met de strijder, dat wil ik wel even bekijken. Ik zal dat niet aanraden, trouwens. Het houdt natuurlijk iets gewrongens. En iets, hoe zeg je dat? Het is niet echte journalistiek, toch? Ja, je zet een toneelstukje op en daar doe je in mee. En dat is toch minder interessant, vind ik, dan een echte documentaire. Ja. Goed, dan Paul en Witteman. Besteden gisteravond toch weer aandacht aan de Zwarte Pieten-discussie. Van tevoren ik denk dat niet de bedoeling was van de redactie, maar dat werd het uiteindelijk wel. Want van tevoren werd nog nadrukkelijk gezegd dat het moest gaan over de vraag of Nederland een racistisch land is. En of de vraag of politici hier meer tegen zouden moeten doen, ook naar aanleiding van uitspraken van Asscher, die heeft daar wat over geroepen. Ja. Nou, dat lukte niet helemaal. Te gast was presentator en cabaretier Anousha Zuma. Zij is erg verontwaardigd over het feit dat de politici klaar zijn met de Zwarte Pieten-discussie. En dat werd ook nog een beetje geïllustreerd met een filmpje van Poont, waarin Jan Roos, de verslaggever, een aantal politici vroeg van, nou, en die liep eigenlijk weg van, nou, ja, dat hebben we nu al genoeg besproken, dus doe maar niet. Ja. Ja, we dachten dat de Pieter-discussie intussen wel wat geluwd was, Aad van de Heuvel, ja, maar niet dus. Had ik in ieder geval ontzettend gehoopt. Maar dat werd dus, het vuurtje werd gisteren weer aangewakkerd. Ja, en die ontzettend aardige, donkere presentatrice van de NTR, die verbond dus onmiddellijk weer die hele Zwarte Piet-affaire met een racistisch land. En werd heel boos op meneer Asscher, die volgens mij... gezegd heeft dat dat Nederland geen racistisch land is, maar dat er natuurlijk wel racisme voorkomt in dit land. En ja, volgens mij mankeert er niks aan die uitspraak. En daar maakt ze zich ontzettend boos over. Laten we even luisteren naar dat stukje uit de uitzending van gisteravond. Zoals ik het uitleg aan mijn kinderen, zegt hij gewoon van, doet er niet toe, het is onzin. En je moet niet zo zeuren. En sterker nog, misbruik het woord racisme niet, want dan roep je het eigenlijk over jezelf af. En dat is wat ik ook letterlijk te horen krijg. Jij maakt het erger. Door dit ter discussie te stellen, maak jij racisme een groter probleem dan het is.
Was het emotioneel, dit optreden van haar? Of kan je er toch wel iets in verplaatsen? Nou, dat was een tint emotioneel, dat mag best. Maar wat mij opviel is dat ze nauwelijks weerstand kreeg van de... of zeg je dat, weerwoord kreeg van de presentatoren. Terwijl op haar interpretatie van bijvoorbeeld Asjes woorden... was echt wel wat af te dingen. Ik bedoel, dat, zo heeft hij dat allemaal nooit gezegd. En Asje heeft echt een heel wel overwogen, afgewogen standpunt over deze zaak. En hij werd nu afgeschilderd als een man die weigert de feiten onder ogen te zien. Dat is helemaal niet waar. Mm. Maar dat werd dus niet door de presentatoren enig weerwoord gegeven. En terwijl die arme Sofie in het veld, die werd me toch de duimschroeven aangehaald. Die zat er ook bij, inderdaad. Ja. Europarlementariër voor D66, en die moest verklaren ook waarom haar eigen fractievoorzitter wegliep toen hem de vraag werd gesteld. Want dat was in dat filmpje van Pound dan weer te zien. Toch, hè, Aad, want jij begon ook te zuchten, zei van ja, die discussie weer. Maar zij verwoordt denk ik wel iets wat bij veel meer mensen leeft. Moet je dat dan maar zo onder het tapijt schuiven? Zeggen, ja, zit niet aan onze Zwarte Piet. Ik heb al eerder in ditzelfde forum geroepen van dat ik wel vind dat als er zoveel mensen in Nederland zich aan deze zaak ergeren, laten we daar in godsnaam eens over nadenken, eens over praten en een Zwarte Piet, geen Zwarte Piet meer noemen, maar een Piet met roetstrepen of weet ik veel. Enfin, dit is een kinderfeest, jongens, waar ben ik mee bezig? Maar ik vind wel dat je die gedachten serieus moet nemen. Maar dat strikt verbinden aan elkaar van die Zwarte Piet, dat is een vorm van racisme, daar geloof ik niks van. Nee. Dus zij kruipt te veel in de slachtofferrol op dat moment. Ja, nou ja, op een gegeven moment moeten we ook gewoon weer verder. En inderdaad, het blijft een kinderfeest. Ik heb ook al weken geleden, toen die discussie echt nog amper was begonnen, gezegd en geschreven hoe ik erover dacht. Namelijk, die Zwarte Piet is een 19e eeuwse uitvinding. Daar kunnen we ook gewoon weer van af. Daar hoeft geen van beide partijen al te hysterisch over te doen. Zo belangrijk is het ook weer niet, weet je wel. En nu wordt het zo groot en zo iets. Nou ja, sterker nog, de Stichting Nederland Wordt Beter, die adviseert ouders al om gewoon de kinderen thuis te houden en cadeautjes te geven als de Sint en de Pieten de school bezoekt. Ja, en dat vind ik dus allemaal ontzettend jammer dat gebeurt. Ik denk, het lijkt mij best waardevol om in Nederland eens te discussiëren over het voorkomen van racisme. Er is pas geleden een rapport van de EU, geloof ik, verschenen, waarin werd gezegd, nou, er zijn toch een aantal vormen te vinden in dit land. En laten we daar verstandig over praten. Dat lijkt me heel nuttig. Maar om dat nou zo strikt te verbinden aan Erik van Muiswinkel en consorten die daar in die Zwarte Pieten stoet meelopen, ik vind dat iets van overdreven, hoor. Elma Draaien, mee eens? Nou ja, ik begreep die politici wel die bij de firma Pound wat vermoeid wegliepen. Van, ja. Oh, gaan we weer, weet je wel. Mag het nu ophouden, alsjeblieft. Dan houden we het is een combinatie natuurlijk tussen alweer Zwarte Piet en een Pound-verslaggever. Waarbij ik me dus iets kan voorstellen dat je denkt, even niet vandaag. Ja. Nee. Nou goed, toch, aan de andere kant liet hij daar ook weer zien, en dat was een vertegenwoordiger van de PVV, die daar dan toch ook wel weer een enorme karikatuur van maakt. En een beetje belachelijk maakt. Dus op zich goed dat we dat dan ook weer even zien. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit forum. Elma Draaier en Aad van de Heuvel. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Die moet